In deze video gaan we naar een 200 euro versus een 10 euro Airbnb. Oké, okay, is het dus? Ah, wat zijn we ook met feesten? Kijk, wat vinden we hier? Ah, fucking cumflip. Kijk even dit uitzicht, jongen. Dit is echt ziek gewoon. Stel je voor, je gaat naar Parijs en je hebt twee keuzes. Je betaalt 10 euro voor een Airbnb of je betaalt er 200 euro voor. Wat is het verschil? Hoe is de hygiëne? En wat is voordeliger? Maar eerst gaan we de twee accommodaties uitzoeken. Zo, het heeft even geduurd, maar we hebben iets gevonden. Ja hoor, kijk. Ja, ja. Zie. Twee gasten, één slaapkamer, nul bedden. Dus we hebben... nul bedden. Ik zie daar wel gewoon een matrasje, maar daarom hebben we even een bericht verzonnen. Is it possible to sleep here with two persons? Vervolgens reageerde hij letterlijk met: goeiedag, er is een bed van 90 centimeter. Dus daaruit concluderen wij dat er maar één bed is. Ik denk dat we gewoon één zo'n kut smerig oud matrasje uit de middeleeuwen krijgen. Dat we dan daarop moeten pitten. Zonder beddengoed en in een spijkerbroek en in een hoed. Vluchten, zeer vuile accommodatie, beddengoed en toiletten idem. De ergste ervaring die we met Airbnb hebben gehad. Huis erg moeilijk te vinden, beddengoed in zeer slechte staat, heel oud, sterke geur van pesticiden. Wat zijn pesticiden hier? Chemische bestrijdingsmiddelen, pesticiden of biocididen zijn stoffen die worden gebruikt om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden. Klinkt dat aangenaam? Nee. Oké, het is duidelijk genoeg. Die goedkope Airbnb wordt echt een levende hel voor ons. Maar gelukkig gaan we nu verder met de dure Airbnb. Kijk eens aan, de 200 euro Airbnb. Dit ziet er gewoon strak, clean, mooi, gezellig en hygiënisch uit. En qua recensies kwam je dit alleen maar tegen. Gewoon lekker positief. Maar deze gast met deze mannelijke mooie baard zegt totaal iets anders. Dus ik ben wel benieuwd of deze gast wel de waarheid spreekt. En of er nou echt kaart worden opgelicht. Rennen, vriend. What is this place called? I'm a little bit lost. Yeah, what city is this? This is not a city, this is Paris. It's Paris? Yeah. This is Paris. Dames en heren, we zijn in Parijs. Jawel, we zijn bij het hotel aangekomen. De luxe Airbnb. Kijk ook de omgeving. 200 euro. We gaan het uitchecken. Okay, gaan we dan. Oké. Het ziet er clean en nieuw uit hier. 204. Dames en heren. Hallo. Bonjour. Oh, bonjour. We have a reservation on this room. I don't speak English. Oh. Oké, sowieso. Eerst een minpunt van dit hotel. De medewerkers kunnen geen Engels. Bro, dit is kleiner dan verwacht. Kijk hoe klein dit kutbed is. Oh, gast. Het allerbelangrijkste natuurlijk, het uitzicht. 200 euro, dit uitzicht. Ja, oké, ik kan niet geheel klagen natuurlijk. Als het straks donker is, moet dit er echt prachtig mooi gaan uitzien. Dit is natuurlijk pure luxe. Mijn badkamer thuis is nog nieuwer. 200 euro heb je voor betaald. Dat meen je niet! Ik zat bij de kamer. 220 euro heb je voor betaald. Ah, eerst even een bedcheck. Spring erop. 3, 2, 1. En? Ja, het ligt wel oké. Ja, maar kijk, je hoeft maar één keer zo te liggen en ik zit toch gewoon bij je pik. Kijk, hier zijn de foto's van de Airbnb waardoor we werden overtuigd om dit te gaan boeken. En kijk dan wat het uiteindelijk is. Het lijkt wel op Wish met hele slimme marketing om de klant over te gaan halen. Denk niet meteen aan mooie plaatjes dat het daadwerkelijk zo is. Even een leuke fun fact tussendoor. Kijk dit, hoor eens. Je hoort nu complete stilte. Als ik dit opentrek, heuring voor Harry. Wow, yo. Boom, en opeens was het donker. Kijk even dit uitzicht, jongen. Dit is echt ziek gewoon. Ik kan zeker niet klagen. Dit is wel vet. Ik ga hier nog even een half uur staren naar dit mooie uitzicht. En daarna ga ik even een kwartiertje lopen naar de Eiffeltoren. Want dat is hier ook super dichtbij. Dames en heren, we zijn op de plek die jullie misschien al weten waar het is. Als jullie achter me zien, zien jullie een heel mooi kunstwerk uit de 19e eeuw, genaamd de Eiffeltoren. Mensen, ik wil wat mededelen. Als jullie het nog niet wisten, Parijs is zo ghetto. Niet normaal. En het metrostation dat we moesten hebben was dicht of zo. Toen moesten we naar Gare du Nord. Helemaal in de avonduren. En overal op internet staat Gare du Nord in de avonduren. Zo ghetto. Het is gewoon niet te doen.
Het is zo gevaarlijk, maar toch. We gingen naar de Eiffeltoren en uiteindelijk gingen we ook weer terug. En dat ging via een metrostation, via het Gare du Nord. En dat is een van de meest ghetto-achtige plekken in Parijs. En om een beetje het gevoel af te geven, heb ik deze clip gevonden van Gare du Nord in Parijs. Dus als jij naar Parijs gaat, vermijd Gare du Nord in de avond / nacht. Boom, het is opeens dag. Maar wat was het beetje heerlijk, joh. Ik heb genoten van deze lekker ruikende vieze dekens. Kijk eens wat ik heb gevonden. Een fucking peuk. Dit is niet goed opgeruimd. Ach jongens, dat is wel echt even een tegenvaller. Maar wat is dit bakken worden? Kijk dan, jongen. Och jongens. Hemels dit. Alright, badkamer review. Kijk, dit is de straal redelijk goed. Je kan het ook redelijk snel verstellen en dan gaat hij gewoon naar de goede temperatuur. Niet dat je hier een half uur in de douche gaat staan om te wachten totdat hij warm wordt. Dus al met al geef ik deze 7 out of 10. En dat was alweer het einde van deze luxe Airbnb. En nu gaan ik en Siert naar dat skere tentje van 10 euro pp. Even ter context, dit is Eric. Eric kan alleen maar Frans spreken en geen Engels, dus de communicatie ging meteen al compleet fout. We hadden overigens 3 codes gekregen om uiteindelijk in onze crack Airbnb binnen te dringen. De eerste code hadden we gebruikt om in de binnenplaats te komen. En bij de binnenplaats staan ongeveer 4 gebouwen om je heen, niet wetende waar de Airbnb zich bevindt en waar we de andere codes moeten toepassen. Er zat geen letters. Er staat hier letters, cijfers. Nou, dit gebouw gingen we eerst even proberen. Oh, hij is gewoon open. Wat is dit? Bonjour. Vous cherchez quelque chose? We don't know where what this is. Like, yeah, we booked the Airbnb here. Really? Do you know Eric? Eric. Deze aardige oude paken was ook een doodlopend end. Dus dan is er nog maar 1 ding over. Gewoon al die deuren proberen. En zoals je ziet ging dit niet echt soepeltjes. Oké, deurtje nummer 2. Jawel. En na een tijdje frummelen hadden we het opgegeven. En dus gingen we naar het gebouw toe wat al open was. Dit is goed klein trouwens. Ja, nee, ook een vertrouwen. Ja, laten we gewoon met de trap gaan. Zie je dit wat hier? Over die lift gesproken, ik weet nog niet eens of ik deze fucking trap wel vertrouw. Hoor dan. Ja, dan moet je dit gaan opzoeken. Nee, dan moet ik niet gaan opzoeken inderdaad. En op het punt van opgeven lazen we dit berichtje nog even terug. 3403. Dat was de code die we moesten gebruiken voor de 6e verdieping. Yes, 3403. Oh, yeah, yo, yo. Dit is gewoon een speurtocht meer. Gast. Holy shit. What the heck. En nu kunnen we eindelijk de crack Airbnb betreden. Oh, wacht. Nee, toch niet. We moeten nog 2 deuren openen met heel veel sloten. Nee. Hoe komt hij nou? Hallo, bonjour. C'est cette chambre. Oh, this one. Oh, yeah. Not that one. Ah, this one. Ja, hij gaat open. Oh, wat stinkt hier? Oh, nee. Oh, kijk deze douche. Oh, kijk. Wat? Je kunt hier gewoon pitten. Gast, hij ziet ook een bed. 2 gasten, 1 slaapkamer, 0 bedden. Dus ze hebben 0 bedden. Tegen verwachtingen in hebben we gewoon 2 bedden. Dit verdient een dikke pluspunt. Ja, we hebben wel op zich een prima uitzicht. Kunnen we de Eiffeltoren vanaf hier zien, is de vraag. Nee. Deze kamer is echt zo klein. Het is 4 vierkante meter of zo, denk ik. 6, 5 vierkante meter, en that's it. En uiteraard gaan we deze douche even uitproberen. Wint hij het van de andere douche? We gaan dat meemaken. Ja, ik ga dat serieus testen. Hier ga ik vannacht slapen. Oh, wat zijn we ook mee bezig? Wat als je daar s'nacht gewoon doorheen zakt door dat bed? Ja, dan ben ik in shock. Gun me even een teken, ouwe. Hoppa, dankjewel. Wat lief zie je. Ik heb hier nog een kussen. Hé, hey, dit is zo klein. Dit is zo klein. Gast, stel je voor dat ik een nachtmerrie heb, hè? Ik zit gewoon lekker zo te dutten en opeens een nachtmerrie. Oh, het kraakt ook als de man. Kijk dit matras. Het is gewoon letterlijk isolatiemateriaal. De muren zijn letterlijk van piepschuim. Nog een fun fact trouwens. Het is hier super gehorig. Ik kon letterlijk zo net een half uur iemand zijn wekker horen. En volgens mij was dat deze man hier. Ik hoop dat hij zich ook het komende nachtje gaat gedragen als hij een vrouw heeft of een vriendin of wat dan ook. Kijk, wat vinden we hier? Ah, fucking cumflake. Godverdamme. Godverdamme. Dit is zo ongelooflijk goor.
Gelukkig hoef ik hier niet in te pitten. Nou, alsof jij het daar zo gewoon hebt. Ja, oké. De avond brak aan en het was tijd om even wat lekkers te gaan eten. Kijk eens aan, kijk eens wat we hebben. Dachten we even lekker luxe te gaan eten, kreeg Siert een diepvriespizza en ik pasta zonder groenten. Maar gelukkig kan deze levensgenieter wel van zijn champagne genieten. Daarvan, champagne, imperial. Heerlijk. Nou, wij gaan nog even lekker genieten van deze luxe. En daarna gaat onze comfort weer helemaal weg. Dat klopt. Comfort was niet te bekennen. Kijk bijvoorbeeld naar dit bekertje waar ik mijn thee in moest gaan schenken. En dat zijn de bekers. Kom op, man. Dit lijkt op een espresso bekertje. Grap, en hier moet ik thee in maken. Nou, ik ga hier mijn 4G verneuken aan Netflix. En ik ga lekker vreten. Nog even gezellig met deze jongen praten, of niet? Omdat we helemaal gek werden in deze kleine kamer, gingen we nog een klein leuk spelletje doen. Ik moest snoepjes in die prullenbak gooien daar. Mis. Hey. Hey. En voordat we onze oogjes gingen sluiten, gingen we nog even wat leuke memes kijken op het internet. En boom, het is de volgende ochtend. Och jongens, wat heb ik slecht geslapen. Deze nacht was echt een hel. Omdat mijn matras isolatiemateriaal was, deukte ik langzamerhand helemaal tot de bodem. Dus ik voelde gewoon letterlijk in mijn rug die ijzeren platen liggen. En dat voelt niet zo lekker, kan ik je vertellen. Ja, maar ik ga nu even lekker douchen. Let's go. Dit is kokend heet. Oké, ik heb de douche geprobeerd. Wow, gewoon een prima douche. Alleen je moet letterlijk bukken om mijn hoofd te wassen. Dat is alleen wat minder. En deze handdoek stinkt gewoon naar hondenvoer. Ik weet niet wat het is. Echt gadverdamme. Ik moet gewoon van kuggen van die lucht. Jakkes. Nou, dan vraag je misschien af, waar is hier de wc? Het is niet in onze kamer letterlijk. Ik moet letterlijk even een stukje lopen. En boom, toiletten. Ja, kijk dan. Het is nog ineens netjes aangeveegd. En het stinkt hier naar pis en rioolgeur. Jullie snappen precies wat ik waarschijnlijk bedoel. En ik ga even lekker kakken, maar hier is natuurlijk geen wc-papier. Nou ja, dan veeg ik het maar met mijn hand af. En wanneer je net klaar bent met het kakken, heb je prachtig mooi uitzicht. Kijk dit, mensen. Boom! Yo, dit is toch prachtig. Mooi afgewerkte muren, prachtige ramen, mooie gordijnen. Echt, dit is helemaal top. We gaan weer naar huis. Dit was de review hier in Parijs. Ik hoop dat jullie iets van hebben geleerd. Tot later. Mijn conclusie is... Heb je redelijk veel geld? Leg dan je geld in een wat duurdere Airbnb dan normaal. Circa 250 euro pp. Waarschijnlijk krijg je dan een ruime ruimte met een mooie locatie. Ben je een skere student? Ga gewoon naar zo'n goedkoop krotje toe. De basisbehoeften zijn er en daar draait het om. Alleen is er geen comfort te vinden met meer dan 7 minpunten. Je zou er wel aardige persoonlijke interacties kunnen tegenkomen, omdat daar geen rijke kwallen te vinden zijn. Maar puur mensen die op dezelfde lijn als jou zitten.